Nou, we zitten lekker weer in de auto. Nou ja, lekker. Het is best wel koud. Leon is aan het tekenen. Nu was hij onze avond. Die is met de dingen te spelen. Oh, mooi man. Met de parkeerkaart te spelen. Komt wel in het scherm. Dat zie je niet. Dat zie je niet in de video. Ja, we zitten... Joehoe, het sneeuwt. Zien jullie het? Zien jullie het? Het is wel natte sneeuw, maar toch. Het sneeuwt. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn Daniel Farah en Luan en Lucilla Bellinga. En lekker slapen, Luan. De sneeuw gaat weer. Nou, we hopen dat de natte sneeuw mooie sneeuw gaat worden, maar dat zullen we gaan zien. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik heb zometeen coachingafspraken. Dus ik trek mijn coachingcobert aan en Farah en de kinderen gaan lekker spelen. En dan de middag neem ik het weer over en gaat Farah weer online werken. Dus leuk dat jullie er weer bij zijn. It's snowing! Oeh. Wel een prachtig gezicht, hè? Dat witte sneeuw zo boven ons achter. Nou, hopen dat het blijft liggen, maar als ik naar het gas kijk... Volgens mij gaat het wel blijven liggen. Nou, ik heb geïnstalleerd op mijn coachingkamer. Zometeen leuke coachingafspraken. En nice to be back in business. Nou, ik zit hier eventjes te balanceren op mijn coachingkamer. Ik heb hier mijn laptop staan. De balans opmaken. Ja, dat is altijd belangrijk. En daar zit de kleine directeur. Hallo directeur. Vind je het gezellig op de werkkamer van papa? Ja. Vind je een mooie coachingkamer? Ja. Dat is een goed geholpen met coachingafspraken. Ja. Cliënt had weer goede resultaten. Zo. Mama is boven aan het werk met de marketeer. Ja. Online. Wij zijn hier aan het werk. En dan straks, als Lucilla wakker is, gaan we naar binnen. Nou, terwijl Lucilla nog lekker slaapt, mama aan het werk is, gaan de jongens even een lekkere lunch maken. Luan heeft zin in gekookte eitjes. En ik ga even een lekker broodje gezond maken met lekker wat groente door paprika. Eitjes, ik ga bakken. En dan lekker beleggen op een volkoren broodje. Dus ja, gezellig gewoon. Dat is ook weer bakken. Hey. Zijn jullie aan het studeren, Luan? Op je laptop? Ja. Wie heb je aan de telefoon dan? Ja, Anoushka. Juffrouw Anoushka. Oké, Lucilla. Ben jij bij? Zullen we ook een lekker broodje eten? Ja. Zullen we een broodje? Boter met, je raadt het vast, pindakaas. Zilla. Ah, pling. Dag lieve kinderen. Zilla. Dat is maar een wandeltje papa. Die niet lang meer op onze prinses kan lopen. Wauw. Zo, naar een drukke ochtend werken. En middag hadden we de kinderen beloofd dat ze om 3 uur vrij zijn. Gaan we met jullie naar het zwembad. Dus, ze zitten al vol blijde verwachtingen in de auto te wachten. Kennen jullie dat ook, papa's? Draag jij de tassen maar. Maar ja, alles voor de vrouw en de kinderen. En? Moeder heeft de kinderen weer in de auto gedaan. Duimpjes hoog. Duimpjes hoog. Nou, we zitten lekker weer in de auto. Nou ja, lekker. Het is best wel koud. Leon is aan het tekenen. Nu was hij onze avond. Die is met de dingen te spelen. Oh, mooi man. Met de parkeerkaart te spelen. Komt wel in het scherm. Dat zie je niet. Dat zie je niet in de video. Ja, we zitten in de auto, want we gaan naar het zwembad, wat Daniel net al zei. We hebben vanochtend, Daniel heeft klanten gehad. Ik heb online wat coachingafspraken gehad. En het is echt zo'n vies miserig weer. Het is nou 2 uur geweest, dus we hadden zoiets van, weet je wat? Maandag is in principe ons uitjesdag, dus we gaan vandaag weer even lekker naar het zwembad toe. Om daar eventjes weer een beetje lekker te spelen met de kinderen en met het weer. Het is altijd lekker, kijk, dit weer. Het is altijd lekker om even in het zwembad te hangen. Dus dat gaan we nou even lekker doen. Leuk, hè? En wat is het koud? Kom nu, ga naar het zwembad. Koud! Lekker warm naar het zwembad. Lekker van de glijbaan? Nee. In het bubbelbad? Ja. Ja? Lekker spelen? Niet in de bananenglijbaan. Niet in de bananenglijbaan? Dat is een heel koud, water. Een koud water. Ja, dat is wel koud water. Ja. Maar het andere was wel lekker warm. Zullen we een Eskimootje nemen? Daar zit het de grond. Nou, kijk, daar zijn we. En nu was er een sporst aan de hand. Oké.
Daar zijn we. Kom maar, Toepie. Kom maar. Het voelt in mijn laars. Voel je het in je laars? Ja. Dat het koud is? Het is een steentje in mijn laars. Je steentje in je laars? Nou, dan doen we die er zo meteen uit. Nou, kijk, hier zijn we. Kom maar. Moet ik even een knopje doen? Ja. Stop. Vind je het raakje? Wacht, blijf staan. Ga maar op de billen zitten. Dan moet je eerst mama's schoenen nog pakken. Oh, mama heeft daar schoenen. Nee, pak die ook. Ja, de schoenen. Mama heeft mama's schoenen. Mama heeft mama's schoenen. Nou, nou jij, klein puppelke. Klaar. Klaar. Kom maar. Mooi hoekje, jullie wel? Ja? Mooi Lucille? Ja, mooi hoekje. Nou, ik ga even trainen. We blijven weer. Tot zo. Tot zo. Ik sprak laatst de vader die zei, ja maar weet je, als ik ga zwemmen met de kinderen, dan kom ik echt niet toe aan mijn sportoefeningen. Maar daarin geef ik je gewoon een tip. Ik zeg gewoon tegen vrouwen en kinderen, ik ga eerst even een uurtje trainen. En daarna ga ik met jullie spelen. Dus, waardevolle tip voor 2016. Geen excuses om niet te trainen als je met vrouwen en kinderen gaat zwemmen. En dan kun je gewoon inplannen. Hoeveel is de plan? Plan is te veel. Is dus lekker. Als de vakantie voorbij is, dan heb je het zwembad weer helemaal bijna all by. Mooi. Tot vandaag. Bedankt voor het kijken. Ja. Duimpjes omhoog. En tot morgen in een nieuwe vlog. Goed, en ik ga even zelfgemaakte pizza maken. En even kijken, ik heb hier brood. Ik doe dat altijd met Turks brood. Heb ik in twee delen gedaan. Ik heb hier zelf de tomatensaus gemaakt. En ik doe er dan wat champignon, wat tomaatjes, olijfjes, servelaat en wat kaas op. En dat zet ik dan in de oven. Dit is een zelfgemaakte pizzasaus. Het is eigenlijk gewoon tomatenpuree met knoflook, met teentjes knoflook en ui. En met wat paprika poeder, met wat peper en een bouillonblokje. Je kunt er ook nog verse tomaten bij doen. Dat heb ik alleen voor nu niet gedaan. Maar dit is mijn zelfgemaakte saus. En hij is klaar.